De club ligt me goed. Ik heb net een 2-jarig contract mogen tekenen, dus ze zijn best wel tevreden over me. En ik ben tevreden over hun natuurlijk. Je zegt, ik heb een 2-jarig contract getekend. Ja. Dat is nieuw, want die heb je vanochtend ondertekend? Ja, een mondeling akkoord hebben we afgesloten. En ik moet hem nog tekenen, maar een mondeling akkoord is al rond. Dus. En als bezegeling daarvan scoor je vandaag 2 keer tegen FC Os. Na de eerste serieuze oefenwedstrijd. Ja. Echt op niveau, Jupiler League niveau. Ja. Wat vond je van je eigen optreden? Ik denk dat ik het wel sterk heb gedaan. Natuurlijk moet ik een paar dingetjes leren. Het team om me heen deed het goed. Ze hebben me goed aangecoacht. En ze helpen me goed op de trainingen om het niveau zeg maar, op te pakken. Dus het gaat wel goed. En 2 keer gescoord. Ik denk vooral dat het eerste doelpunt dat je mooiste was, of niet? Ja, het eerste doelpunt was wel het mooiste. Ja, ik zie een mooie paas naar de rechterkant op Clarence. En Clarence legt hem fantastisch af. Op de training hadden we van de week zo ook precies hetzelfde gescoord. Dus het is altijd goed als training uitkomen in de wedstrijd. Ja, en toen tikte jij hem keurig met een nog moeilijke krachtsinspanning, tikte je hem keurig binnen? Ja. Met de uiterste inspanning, laatste krachten, maar ja, dat moet je doen, dat is fit. Je zegt die laatste krachten, maar je had nog wat over, want er kwam er nog eentje bij. Ja. Beschrijf die eens. Ja, ik zie weer een paas naar de rechterkant en ik zie iedereen vol de 16 in sprinten. En ik denk, nou, ik blijf rustig teruggezakt en ik wacht op de afvallende bal. En ik stond precies op de goede plek en ik kon hem zo inschieten. Ja, je schoot hem keurig in. Ja. Je vertelt ook al je moet een beetje wennen aan het niveau en wennen aan iedereen. Want je komt over van de amateurs van Edo uit Haarlem. Ja, tuurlijk. Het niveau is een stuk hoger. Ik speelde vorig jaar nog eerste klas en dan nu uitkomen in de Jupiler League. Mogen uitkomen in de Jupiler League. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, het team die steunt me erin. En ik ga altijd vol op de training. En de trainer haalt ook het uiterste uit me en vraagt altijd of het goed gaat. En dat is mooi dat die hele groep me zo opvangt. En ik voel me erg thuis in het team. Dus dat is mooi. Maar toch, eerste klasse in Noord-Holland. Ik kan me ook voorstellen dat niet elke week scouts van FC Dordrecht daar langs de lijn staan. Nee. Hoe zijn die bij jou terechtgekomen? Ik liep stage bij Jong Twente. En toen zijn we een zaakwaarnemer dat ze nog op zoek waren naar een sterke spits bij Dordrecht. En toen had Peter had me toen benaderd, Peter Drijver. En die zei, die vond het proberen waard. En die dacht, ik ga de kans gewoon kijken of ik de kans zeg maar, aan hem ga gunnen. En zodoende, ja. Kwam hij bij mij en hij heeft me de kans gegeven en ik probeer het zo goed mogelijk te benutten natuurlijk.